Nieuwe jonge kandidaten die bij deze verkiezingen opkomen, vertellen waarom ze voor die ene partij gekozen hebben en niet voor een andere. Het is de opstap naar een gesprek over de partij in kwestie. Aan de Universiteit Antwerpen vonden we Jolene van Kamp en zij koos resoluut voor N-VA. Ze staat op de Antwerpse lijst voor de Kamer. Ook zij stelt zich voor met een tweet en een foto op Facebook. Ik heb gekozen voor de Universiteit Antwerpen, omdat ik hier vrijdag mijn doctoraat in medische wetenschappen heb behaald. Ik heb zelf alle kansen gekregen om te studeren en daarom zet ik mijn schouders ook mee onder de N-VA. De N-VA is de partij bij uitstek die ook wil inzetten op onderwijs, zodat iedereen diezelfde kansen kan krijgen. Ik heb gekozen voor deze tweet, omdat ik mee wil werken aan een sterker gezondheidszorgbeleid, waarbij er weer wordt ingezet op preventie, op een betere verloning voor zorgpersoneel en op een transparanter en eerlijk beleid tegen verspilling, waarbij dat de middelen echt worden ingezet voor de mensen waar het voor nodig is. Ik heb gekozen voor de voedingsdriehoek, omdat ik als verpleegkundige met een specialisatie in de zorg voor mensen met suikerziekte enorm veel belang hecht aan een gezonde voeding. En onze partij ook, die wil eigenlijk inzetten op preventie en meer middelen vrijmaken voor innovatie in de gezondheidszorg, zodat we als maatschappij langer, gezonder en gelukkiger kunnen leven.